Mis je hem? Ja, ik mis hem. Wat mis je dan? Humor vooral. Aanwezigheid. Die stem. Ja. Ja, dat mis ik wel. Al is, ja, ik ben een uitzondering, want ik hoor die stem nog. Ik heb 10 jaar over dat proefschrift van mij gedaan. En zijn stem zit in mij. Dus wat dat betreft is hij nog wel dichtbij. Dat proefschrift dat heb ik hier, het litteken van de dood. De biografie ook van Jan Wolkers. Was je toen al op de hoogte van dit ontdekte verhaal eigenlijk? Ja, het staat erin. De goede lezers van mijn biografie hadden kunnen weten dat er hadden een verhaal kunnen, ja. dat er een verhaal bestaat. Hoeveel dat... mensen hebben jou gebeld en gezegd er moet een verhaal bestaan? Nul. Zo zie je maar weer, er wordt slecht gelezen. Ja. Maar jij had toen een verhaal gelezen wat niet gepubliceerd is door Wolkers. En wat eigenlijk ook niemand kende. Nee, niemand kende dat. Nee. Ik kende het ook jij, niet. Hoe kom jij aan zo'n verhaal? Ja, ik heb natuurlijk me als een mol door dat archief van Wolkers heen gevroten. Ja. Dat is een enorm archief. Hè. Dat is 2-3 kamers vol met oud, maar zeer waardevol papier. En daar vond ik op een gegeven moment ergens onder in een la een stapeltje typoscripten, hè, dus tiksels, met verhalen van Wolkers uit de tijd dat hij nog niet eens was gedebuteerd. Ja, dat is dit. Natura Artis Magistrata, Jan Wolkers. Uit welk jaar is het? Ik denk dat het uit 1957 is. Het is echt een van de allereerste verhalen. En dat kan je zien. Hij heeft namelijk in 1957 ging hij in de leer bij Zadkin. Wolkers is opgeleid als beeldhouwer. Ja. En ging in de leer bij de grote beeldhouwer Zadkin in Parijs. En had net een nieuwe grote liefde, Annemarie Nauta, die model heeft gestaan voor Olga in Turks Fruit. En de stad en de liefde die brachten bij hem... die deden zijn bloed stromen en die lieten hem... brieven aan Olga schrijven, maar ook zijn eerste verhalen. Ja. En op die typemachine moet in het najaar van 1957... ook Natura Artis Magistra zijn ontstaan. En dat is een soort voorversie van het verhaal... waarmee hij in 1959 echt debuteerde, het Tillebeest. Ja. Het verhaal gaat als je het over een man die eigenlijk aan een andere man... Het verhaal vertelt over een vrouw waarmee hij een relatie heeft gehad. En die vrouw die wilde steeds meer en steeds uitbundiger seks met hem. En daar schrok hij eigenlijk van, want hij vond het geloof ik wel opwindend. Maar tegelijkertijd schrok hij ook van de uitbundigheid die zij... Deze man die beschouwt zich toch wel echt als een slachtoffer. Hè? Dat is toch? Wel interessant. De vrouw heeft in dat verhaal van Wolkers... echt de leiding. De leidende rol. Ze is geheel spoorloos op het moment dat deze twee vrienden... door een donker bos wandelen en elkaar vertellen... en de gedachte aan haar zet de verbeelding in vuur en vlam... en de natuur wordt levend. Ja. De eekhoorns gaan spreken, bij wijze van spreken. En die ene vriend vertelt aan de andere vriend... wat er allemaal van hem thuis werd gevraagd door deze mevrouw. En dat werd steeds, het begon met kleine dingen, maar het werd steeds extravaganter, om het maar zo te zeggen. En we hebben jou gevraagd, lees een klein stuk voor van het moment dat deze man weer in zijn huis terugkwam en daar het volgende tafereel aantrof. Ja, zoals je al zei, het werd dus steeds erger. Hè. Ze vroeg eerst om aan een martelpaal te worden gebonden. Daarna wilde ze levend worden begraven. En die man moest dan een monnikspij daarbij aantrekken. En dan de schep hanteren. Maar op een dag kwam hij ook thuis. En toen trof hij het volgende aan. Bij mij kon er zelfs geen glimlach af. Ook niet toen ik haar een keer bij mijn thuiskomst vond... in een grote ketel die aan een negerstam uit Afrika had toebehoord. Ze had het gasstel in het midden op de stenen vloer gezet... Daarop de ketel waarin zij zat, tot de borsten in het water. Het gas brandde al. Ernaast lag een stapel prei en andere soepgroenten. Op de ijskast lag een rieten kostuum van een medicijnman, denk ik. Ik had zoiets wel eens in het etnologisch museum gezien. Ja. Gaan we nog door? Aan een buis van de verwarming hing een krokodil met watten uit zijn neusgaten. Nee. Voor ik bouillon word voor jullie hongerige magen, o medicijnman... rijk mij je amulet, riep ze. Laat mij het drukken tegen mijn voorhoofd... opdat ik de hitte van het water niet zal voelen... het merg niet uit mijn botten hoorzuigen. Ze kwam pas uit het water toen het zo heet was geworden...
dat de groente die ik erin snipperde meteen van kleur veranderde. Nee. En het bloed dat uit de kleine prikjes die ik haar met een vork moest geven om te kijken of ze al gaar was, haar borsten rood kleurde. Ja. Het is een heerlijk verhaal en het wordt nog veel erger eigenlijk. Maar dat moeten de mensen maar die dit gaan kopen thuis lezen. De vraag is, denk je dat dit ook misschien niet gepubliceerd is omdat niemand het wilde uitgeven? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat niet de reden is. Zou dan de reden zijn? Zou hij het zelf niet goed genoeg hebben gevonden? Dat zou kunnen. Ik bedoel, ik heb het natuurlijk niet kunnen vragen. Maar ik denk vooral dat hij het niet heeft uitgegeven omdat het een voorstadium is van dat verhaal waar hij wel mee debuteerde. Ja, een studie. Een stukje. Ja. Maar misschien heeft dat in zijn hoofd geteld. Nee, ik denk niet dat hij bang was dat het de mensen te zeer zou shockeren. Ja. Het grappige is dat hij... Daar moeten we even naar hem luisteren. Kijk, dat werd in die tijd, als je dan kut zei of pik of neuken... Dat mocht niet op de televisie. En dat werd weggepiept. En dat is wel grappig om dat even te weten. Als we even luisteren naar een klein stukje van Jan Wolkers over... en als hij sprak over zijn eigen iets wat expliciete taalgebruik. Woorden als... Dat zijn voor mij zijn dat de normale, de gewone, de erotische woorden. Maar Erasmus heeft al gezegd, de lichaamsdelen waar we door voortgebracht zijn... die kunnen we niet eens zonder lachen noemen. Dat is gewoon een ontstellende infantiliteit, is dat. Het zijn de gewone volkswoorden. Als je met gewone mensen praat, die begrijpen dat niet. Dat men daar zo in de grote stad zo opgewonden van is. Maar het is gewoon een kaste van mensen die het Latijn en het Frans enzovoort als voertaal gebruikt. Maar die zich daarvan distancieerden van het volk. En ze willen ons nu nog met penis en vagina opschepen. Nou, daar wil ik niks mee te maken hebben, zeg. Ja. Wat hij heeft gelijk, hè? Hij heeft daar gewoon gelijk in, natuurlijk. Ja. Het schrijft, het praat veel lekkerder. Het leest veel lekkerder. Hij noemde de dingen gewoon bij zijn naam. Ja. Ik wil nog één ding, want jij bent gepromoveerd op Wolkers. Ja. Jij hebt, zoals je zelf zei, door stapels van zijn werk gebladerd. Gelezen, herlezen, nog een keer tegen het licht gehouden. Je hebt van alles gevonden. Je bent uiteindelijk ook de founding father van dit stuk. Dit boekje, want het is nu een boekje geworden wat we kunnen lezen. Ja. Ja. En dit is allemaal tegen de zin van Wolkers. Luister even mee. Ieder jaar verbrand ik altijd op de tuin mijn manuscripten en zo. Ik heb pas de kus helemaal verbrand... Dus het echte typoscript, hè, wat er, het eerste typoscript helemaal verbrand... omdat ik niet wil dat er allerlei mensen die Nederlands studeren... op mij gaan promoveren en zo met die onzin en dergelijke. Dat het helemaal weg is, dat alleen het boek er ligt. En dat ze later geen oude manuscripten terug... Nee, geen oude, ze vinden van mij niks terug. Het boek, hè, het eindproduct, dat is het, dat ben ik. Ja, Onno, daar sta je nou. Ja, daar zit ik dan, hè. Schaam je niet. Oh, ja. Wat komt die liegen, hè, die man.